Super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag is er een video over scheren. Dan zien jullie ook hoe mooi Blondie's hoofd is geschoren. En laten we maar beginnen. Gisteren heb ik haar hoofd en haar benen geschoren en dat zien jullie nu. Blondie is nat, want ik heb haar net gewassen. Het was heel erg druk daar en ik wil natuurlijk niet mensen storen met het filmen daar. Dus ik heb haar niet gefilmd. Sorry daarvoor. Blondie die is nu nat en die zat nu even lekker op te drogen. Ik denk dat Blondie haar beentjes gaat scheren. Dus ik ga de tondeuse pakken en haar spulletjes gepakt. Blondie staat er klaar voor. Ik ga eerst de mesjes vervangen. Ik heb deze eraf gehaald. Dan heb ik hier een nieuwe. Ik wil niet dat ik strepen krijg. Maak ik hem mooi open. Dan leg ik het plasticje hier. Dan gaat deze er weer op. Ik heb deze ook van binnen even schoongemaakt. Tadaa! Gelijk gaan scheren. Nou ja, dat is eigenlijk niet zo, want ik heb hier een olie. Ik doe hem altijd eerst even in olie. Dat hij lekker glad blijft en dat de mesjes goed blijven. Dat doe ik om, ik denk, als ik één of twee beentjes heb gehad, dat ik dan hem weer doe in olie. Want dat is gewoon belangrijk. Zo, dopje weer op. En dan kan ik nu echt beginnen. Ook de bovenbenen gedaan, want dat mocht ik ook doen. Dus nu ben ik blij. Tadaa! Blondie wil ook even wat zeggen. Blondie, je bent klaar. Nou, niet dat, maar je benen. Voorbenen en de achterbenen. We zijn helemaal klaar. Morgen gaan we haar zo scheren. Dus dit helemaal. En dan gaat het teddybeertje weg. Ja, want je bent een teddybeertje. Zo, hier is Blondie. Ik ga nu haar hoofd scheren, of proberen te scheren. Ik heb op de voorkant van haar hoofd een hartje getekend. Niet het mooiste hartje dat je ooit hebt gezien, maar het is een hartje. En ik begin met de zijkant. Daar ben ik al een klein stukje begonnen. Oeps. En dan ga ik proberen om hier het hartje te doen om gewoon alvast te oefenen voor morgen. Ik denk, ik weet niet of het gaat lukken. Ik ga het gewoon proberen. En dan zie ik het wel. Blondie, wat heb jij nou op je hoofd? Heb je nou een hartje op je hoofd? Oh, hij is wel echt heel mooi. Nu ga ik knotjes maken dat ik zo kan scheren zonder dat ik haar manen eraf scheer. Ik maak het eerst even helemaal schoon, want daar kan de scheermachine niet tegen. Dan maak ik ook een vlecht in haar staart, zodat ik ook haar staart er niet af kan scheren. We gaan even kijken hoe eng ze dingen doen. Maar ze geven op dit moment nog niet heel veel in. Snoer, zeg maar, dat zij er nooit op gaat staan. Ja. Dus dat je altijd... Klaar hoor. Goed zo. Dus dat zij niet op de snoer kan gaan staan. Dat je hem altijd eigenlijk even in één hand vasthoudt. Ja. Dat is makkelijk. Dat het bij de wil loopt het allemaal een beetje zo. Ja, dan doe je het ook een beetje. Dus dan ga je ook een beetje met boogjes eigenlijk mee. Want als je dan te veel die kant op wil, dan pakt hij het niet zo lekker. En dan straks hier, dan heb je eigenlijk altijd anders bij die kruinen. Want dit moet je dan een beetje zo scheren. Mm-hmm. En dit scheer je weer een beetje van die kant. Ja, en dat weer van die kant. Ja, dus het is allemaal een beetje, maar eigenlijk moet je altijd een beetje proberen om tegen de haren in met de flow mee. Kijk, dus hier gaat het nog een beetje zo en dan hier zie je dat het meer zo gaat. Ja. En het lekkerste is om te proberen zoveel mogelijk banen te maken. Mm-hmm. En daarna, zeg maar, als je dan dus over die andere baan heen gaat, om net een beetje die baan mee te nemen. Ja. Dus dat je niet net denkt, nou dan ga ik net daarbij zitten, want dan heb je weer kans dat er een beetje haar blijft zitten. Ja. Dat heb ik ook met het tondeusje gedaan. Dat is ook een heel stuk makkelijker. Ja, ja, dat is ook makkelijker inderdaad. Dus zeg jij van, nou, ik ga gelijk. Ja, ik wil wel proberen. Ja, toch? Dus het belangrijkste is dat je niet denkt, ik ga lekker zo erin doen. Maar je gaat gewoon, net als wat je met kleine tondeusen, daarom je bent het al gewend, gewoon een beetje met
op zijn huid blijven, zeg maar. Ja. Ja? Oké. Okay. Helemaal goed. Is het aangenomen? Zo aan? Ja. Ja, hij bibbert heel erg. Dat is het. Het is anders dan met een klein apparaatje. Ja, die doet dit zo, maar nee. Die is echt zo. Wow. Ja. Oké. Okay. Nou, goed. Ik ga het meemaken. Daar gaat ze hoor. Dat gaat. Dus ik ben bang dat ik het verkeerd doe. Dat geeft niet, want dan groeit het vanzelf weer aan. Ja, ja dat is waar. We proberen inderdaad het net zo vlak mogelijk op de huid te gaan en niet te veel. Het moet eigenlijk een beetje inderdaad vanzelf glijden. Heel goed. Dus als je erop zit, moet je het eigenlijk een beetje vanzelf doen. Zonder dat je te veel kracht moet zetten. Goed hoor. Ja, in het begin is het natuurlijk nog spannend. Ja, dan ga ik. Ik zou niet elke keer al die haren weg gaan halen, want dan ben je nog 3 uur bezig. Wat we moeten bedenken is dat we hier maken we meestal een puntje. En je moet even, denk ik, eerst bedenken waar wil je hartje. Want anders ga je namelijk zo heel lekker scheren en dan denk je ineens, oh, dat hartje gaat niet meer lukken. Ik wil eigenlijk nog iets daar. Dus misschien kan je dat eerst doen en dan kan je daarna daar omheen scheren. Ja, of je maakt gewoon een vierkant, dan kan je dat straks uitscheren. Ja, ja. Ik denk hier ongeveer zo. Ja? Nou, dan scheer je eromheen. Scheer je daar een beetje omheen. Inderdaad, dus dan zorg je even dat je je vierkant en kan je ongeveer, kijk nu kan je ook die banen die je hier maakt, zeg maar, kan je gewoon doormaken tot hier, hè, ongeveer. Want ik denk wel dat je een zadeldekje wil. Ja. Ik doe meestal gewoon iets kleins houden, maar wel dat hij net een beetje haar op zijn rug houdt. Dus dan ga je gewoon een beetje gokken tot dit punt, zeg maar. Ja. Nee, ze is niet gewassen. Ze is helemaal schoren en wel, dus ik ga Blondie nu wassen. Oh, ik ga wassen omdat ze anders te veel kriebel heeft en dat is gewoon niet zo fijn. Blondie is helemaal geschoren en gewassen. Ze wil heel graag naar stal toe, dus ze is een beetje klaar mee. Ik wil Evelien heel erg bedanken dat je mij hebt geholpen. En voor het lenen van scheermachines. Ik ga Blondie naar haar stal brengen en zie ik jullie heel graag zaterdag weer bij een nieuwe video.